Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij een nieuwe video. Zoals jullie zien ben ik in de winkelstraat, maar niet zomaar eentje. Ik ben in Roermond en jij bent niet geabonneerd, dus ik ben boos op jou. Ja, dat was random. Ik ben ook random. Maar vandaag heb ik 10 minuten om te shoppen. 10 minuten om mijn outfit te scoren, maar ook 10 minuten om andere dingen te kopen. Ik heb mijn matties mee. Ah. What the hell? Oh, hell no. Oké, boys, vraagje. Wanneer gaan die 10 minuten in? Nee, niet nu. Nee toch, bij eerste winkel. Oké, voor deze ene keer gun ik je. Ik doe net zoals mijn Gimma is. Laten we naar We gaan naar A6 en daar gaat de start beginnen, zeg maar. Hey, weet dat je klaar staat en dan gaat die gun zo. Naar waar gaan we? Naar waar gaan we? A6. NS zegt dat John 100 euro krijgt als hij dit bord raakt. Ik verander mijn aanbod. Nee, ik verander mijn aanbod. Waarom? Nee. Eerst volgende winkel waar je iets moet halen, zeg maar, ik betaal het. Snap je? Niet te ver gaan met het bedrag. Nee, weet je wat? Ik haal mijn party. Nee. Ik haal mijn party. Nee, je hebt hem zelf aangepast nu. Wat is Blood doing? Nee, wel springen, maat. Dit gaan we niet doen, dit is cheaten. Dit red je sowieso niet. Je kan het misschien redden, ik zeg je eerlijk. Als je daar eenmaal staat en dan ook weer springt. Als ik zo... Mijn aanbod vervalt binnen 30 seconden. Maar wat is met jou? Wat is met jou 30 mijn seconden? Mijn aanbod vervalt binnen 30 seconden. Meteen, wacht. Wacht, dat gaan we... Ja, probeer het. Gewoon jumpen. Je had hem bijna gehaald. Je had hem bijna gehaald. Dat wordt 100 euro lekker. Je had hem bijna gehaald. Nee. Blijf het proberen. Mag ik het proberen voor de lol gewoon? Kijk of het mij lukt, zeg maar. Nee, maar langer in. Ik wacht gewoon. Ik ga hem raken, 100%. Nee. Kijk, Spiderman hier. Leiderman. Ja! Maar is het echt naar. Ja! Maakt niet uit, deal is deal. Maar eerst volgende aankopen, zei je. Nee, ik hoorde net weer 100 euro. Ik hoorde net, ik mag niet aanpassen. Bro, maar... Hij heeft het. Wat wil je? Je mag zelf kiezen. Eigenlijk, het zou allebei even veel. Nee, 100 euro zou ik doen als ik jou was. Nee, bro, maar eerst volgende aankopen. Oké, kies jij maar. 100 euro. Nee, bro. Want ik ken John. John maar gaat eerst nu... volgende aankopen. Nee, luister. Nee, want hij gaat nu naar de winkel en gaat zo, oh, eerst volgende aankopen. Gaat hij 15 t-shirt halen? Nee, bro, ik zou gewoon naar Prada gaan. Ja, hoor je het? 100 euro. 100 euro. Nee. Take it or leave it. Nee. Take it or leave it, man. Oké. Stop, doen we, chef! Verkocht! 100 euro! En we zijn eerst gewonnen! 10 minuten gaan nu in, er komt nu een timer in beeld. Wacht, pas als ik de winkel inloop. Zet hem alvast in beeld. Oké, actie. Kijk, deze vest is hard. Oh, dit? Nee. Deze heb ik al. Nee, die heb ik ook. Ik moet eigenlijk kijken naar wat ik nog niet heb. Kijk, Shaf hier. Hey, deze vest heeft Shaf. Kijk, deze rood is hard. Rood staat mij niet. Kijk, deze lichte kleur past wel. Laten we deze alvast klemmen. Deze. Lange mouw. Wat zeggen jullie? Het wordt wel winter. Ja, klopt wel. Maar ik zou voor korte gaan. Okay, voor in de gym, je weet toch? Jij. Wat ga ik lange mouw doen? Een korte broek. Want mijne ben ik kwijt. Oh, joh, ik heb geen tijd, bro. Kan je maat niet vinden? Mijn maat is hier. Die vond ik wel leuk. Ja, hier. En nog één shirtje. Blauw heb ik. Deze heb ik ook. Oh, het is wel met een logo. Oh, deze vind ik dikker. Hey, bro, je neemt veel te veel tijd in beslag. Ja, je hebt gelijk. Oké, let's go. Deze? Ja, man. En ga je nu afrekenen? Ja. Was dat het? Alright, we got a bag. Zo, wacht. Snel. Luister, wordt de tijd bro, nu... we hebben geen tijd. Wordt de tijd nu gestopt? Nee. Oh, we moeten door. Oké, we moeten door. 56 euro was het. Dankjewel voor korting. Maar wat ga je nu allemaal nog meer halen? Ik zag net, waren we bezig met een video voor jullie twee. Ik heb een mooi vest gezien bij Lacoste. Kom. Oei. We gaan nu naar Prada. Maar wat twijfel. Ga je doen? Boys, ik wil naar Prada, maar die rij. Ik dacht misschien een mooi jasje of zo kijken. Die rij is er. Moet je door? Nee, rij wordt er niet, man. Oké, okay, kom, we gaan gewoon door. Welke winkel? Welke? Oké, guys, we hadden doorgaan, maar Chatman moet foto maken. Maar ik heb helemaal geen tijd voor dit, dus ik weet niet wat hij aan het doen is. Mol, snel, jongen. Serieus, man. Kijk, nee, grapje, jongens. Je weet toch, als alle om foto's maken met iedereen. Maar we hebben haast. We moeten halen. Hey, ik zie die man weer voor de 10e keer. Welke winkel? Ik wil naar Lacoste. Waar is Lacoste? Arani. Calvin. Nee, ik wil niks van Calvin. Wat zou ik bij Calvin moeten halen? Kleding, what the fuck? Hij zegt kleding. Oei, kijk, Chapman blijft achter.
zijn er bijna. Wee, yo mensen, kijk die rij alsjeblieft bijna. Er is gewoon geen tijd voor rij. Hoe lang hebben we nog ongeveer? Bro, sowieso, kijk, mag even? Bro, we hebben nog maar 5 minuten of zo, hè. Nee. Bro, New Balance dan. Beste, gewoon even kijken. Ik heb niet eens outfit, ik heb alleen een shirtje, korte broek en zo. Ik moet nog meer. Deze niet. Bro, you're wasting time, kies iets. Bro, ik zie niet echt. Kijk achter je, kijk achter je. Nee man, dit is een beetje te... Die kleur is een beetje donker. Bro, gaat zo snel er weer uit. Bro, ik moet snel kijken. Oh, workout video. Oh, gaan we weer. Versace, Versace. Ga je niet eens wat kopen, is duur. Kijk gewoon, kijk gewoon. NS heeft volgens mij gepraat met de medewerker. Ja, klopt. Ja, anders we staan hier 20 seconden namelijk. Hi. Guys, dit is mijn video. Wat is Mo aan het doen? Ik ga met hem vechten. Ik ga loesoe. Jongens, Chatmo wordt aangesproken door de beveiliger. Dit kost ons alleen maar tijd, hè, bro. Dit kost ons alleen maar tijd. Kijk hier, die man, hij zit ook aan camera en zo. Ja, wordt geëxporteerd. Wat is er gebeurd, bro? Er kwamen 2 beveiligers om me heen staan. Die zeiden meteen, heb je toestemming om hier te filmen? Ik zei, toestemming om te filmen? Kijk, ik weet van niks. Je weet toch, mag dat wel? Het is gewoon openbaar terrein, je weet toch? En toen heeft hij mij een en daar... Bro, je praat er weer te veel. John, we moeten door, bro. Nee, ik ga eerlijk zeggen, jongens. Omdat hij werd aangesproken en vastgehouden, is 10 minuten eigenlijk ook echt voorbij. Maar ik vind dat dat niet telt, omdat we zeg maar werden gehouden. Althans, hij werd gehouden. Maar op zich, je hebt wel al een groot deel van de outfit, hè? Bro, toch? Ik heb alleen één zin. We hebben niet eens die Lacoste in gehad. Bro, hij heeft 2 t-shirts. Maar we kunnen nog naar de Lacoste. En een broekje. Ja, maar... dus 5 minuten extra tijd. Ja, en? Ja, en we filmen gewoon verder met dit. Oké, kijk, dit was die jas die ik bedoelde. Kijk, ik ga je laten zien, snap. We hebben niet veel tijd. Chatmo vindt een best wel gek patroon. Ik vind het een aparte patroon hebben op de achterkant, man. Ja, is het nou zwart-wit? Hard. Is het nou blauw-zwart-wit? Ik vind gekke patronen hard. Paniek, boys. Bro, kies er één, bro. Ja, ik zoek mijn maat. Ik heb hem, guys. Oh, joh, staat niemand. We gaan een beetje vertragen. Ik denk we gaan een beetje de tijd niet halen, maar komt goed. Oh, hij is er. Ik was het helemaal vergeten. Maar Enes betaalt deze. Moet mijn belofte nakomen. Hij moet die Dior tassen. Hey, voor de mensen die niet weten, dit is een Dior portemonnee. Een echte. Is hij barkie? Maar dit doen hun, hè. Laat het weten. Ja, je hebt geld. Is hij barkie? Nee, hij is niet barkie. Dit Dior, hij barkie? Krijg je. Waarom moet je meteen praten? Enes betaalt deze. Hoeveel kost die? 100 euro. Toppie. Nee, 120. Hij gaat jou gewoon boven het limiet, hè? Dat heb je toch voor je broeder over? Altijd, jongeman. Nou, afrekenen. Kom. Oké, guys, ik zeg je eerlijk. Ik wou naar Noordfeest gaan. En ik heb nu pas het besef, zeg maar, voor shoppen heb je echt meer tijd nodig. Ik ga niet liegen, we hebben nog maar een minuutje of misschien zelfs minder. En dan gaat die wekker. Dus ja, maar ik wil eigenlijk nog wel shoppen, man. Wel 1 minuut, bro, voordat we daar zijn. Laten we gewoon genieten van dit moment. Laten we gewoon ervoor zorgen dat iedereen die nu kijkt gewoon abonneert. Dat is toch een mooie minuut om te spenderen? Ja, voor jou kleine moeite, voor mij betekent het veel. Dat zegt Chatmo altijd. Goed. Jongens, het is echt over. Tijd is voorbij. We zijn in de Noordfeest. We hebben nog gerend, maar niks gevonden. En Noordfeest heeft echt niks. Helaas niet. Is dit het gewoon? Ik heb een Lacoste jas. Ik heb geen niet zo lange broek. Op zich heb je de challenge aangaan. Misschien heb ik volgende keer meer tijd nodig. Kan wel. Maar we gaan wel echt een klein beetje vals spelen. We gaan nog naar 1 week al eentje. Jongens, we hebben het helaas niet gehaald. We hebben wel sokken gehaald van de armen. Omdat ik het zielig vond. Maar, vond je nou een leuk video? Vergeet dan niet te liken en te abonneren. En dan zie ik jou de volgende keer.